Nou jongens, ik ga volgende keer even een injectie geven. Kom maar. Doe niet. Mijn vinger begint ook echt te zweten van dit ding, hoor. Kan die niet gewoon af? Ik heb trouwens allemaal dingetjes om mijn buik geplakt. Zodat... Goedemorgen jongens, welkom en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. Het is 7:45. Ik ben echt al 2 uur lang wakker. Want vandaag ga ik me inleiden. En ik ben zo gespannen. Ik kon gewoon niet slapen. Ik heb trouwens de neusdruppel van Amma's. Die was ik even aan het uittesten. Ik ga ook zo mijn gezicht even wassen met die pineapple scrub. Ook heel erg benieuwd naar. Ja, ik ben 41 weken nu. Oh ja. Maar ze zeiden dus van, ze gaan vandaag die ballon plaatsen. Maar het kan ook zo zijn dat je gewoon naar huis wordt gestuurd. En dat wil ik dus niet. Ik heb dus heel de nacht alles opgezocht op internet. En er staat dus ook van dat het nog 2-3 dagen kan duren voordat de vliezen gebroken kunnen worden. Dus dat wil ik gewoon niet. Ik wil vandaag naar het ziekenhuis gaan. En dat ze zegt van, weet je, je kan gewoon blijven. En dat alles gewoon vandaag gebeurt. Want ik ben gewoon helemaal klaar met afwachten. Dus I'm gonna pray dat vandaag gewoon de dag is dat onze zoon wordt geboren. En ik ga nu even douchen en snel mijn haar dijzenen. Want stel ze zegt van ja, je moet hier blijven, dan moet ik wel even mijn hoofd een beetje fixen. Dus dat ga ik nu doen. Nou, ik ben nu klaargemaakt. Ik wacht even tot Davinia Pinet heeft uitgelaten en de auto voor heeft gezet. Want... ik heb echt nog heel veel spullen die ik mee moet nemen. Namelijk dadels. Mijn zak met Mariam's bloem. Mijn tas. Mijn kam. Mijn Dyson. Dus er moet nog heel wat in de achterbak. Oh, ik ben zo gespannen. Ik neem mijn laatste theetje voor een boze blad thee. Ik moet ook echt mijn spuitgaten uit. Echt, het smaakt echt niet lekker. Nou, ik zit nu met mijn buik aan zo'n hartslagdinges. Zodat ze kunnen zien... of de hartslag van de baby goed is. En deze voor mijn hartslag. Ik ben met Davinio hier zo. En zijn moeder. Gezellig. Mental support. En nu afwachten. Daarna ga ik door naar de gynaecologie. En daar gaan ze kijken of ik een ballon nodig heb. Of ik genoeg ontsluiting heb. Of ik pilletjes moet nemen om de 4 uur. En als ik die pilletjes moet nemen en genoeg ontsluiting heb, dan kan ik gewoon in het ziekenhuis blijven. En met de ballon, dan word je naar huis gebonjourd. Dus daar heb ik geen zin in. Dus ik hoop dat ik gewoon hier kan blijven vandaag. En ik heb 7 mensen in dienst. En ja, daar kan ik wel dingen verkeerd natuurlijk. Zaken met mijn keihard en privé ben ik... Nou jongens, ik ga volgende keer even een injectie geven. Ik pak er even een naad bij. Kom maar. Armpje eruit. Ik geloof niet dat jij iets helemaal gaat steken. Ja, dat heb ik al gedaan, anders was je niet zwanger, hè? Ja, maar tijdens de zwangerschap. Doe niet. Daar zit ze dan. Ja, ik verveel me. Oh, wat wacht ook weer op? Oh ja, het hartje wordt nu gemeten, jongens, kijk eens. Dat heb ik al gefilmd. Oh, dat heeft ze al gefilmd, nou, ik film het nu dubbel. Misschien is het nu anders. Kijk. Wat doen jullie dat? Ja. Dat is haar hart. En wat vertellen ze ook weer, die oranje lijn is zijn hart. En de blauwe lijn, ja, daar was ik het al kwijt, zeg maar. Ja. Ik luister heel aandachtig, man. 10 tellen ben ik het alweer vergeten. Mijn moeder is zo weg. Ik weet dat je daar last van hebt. Als ik tegen jou praat, dan luister je nooit. Nee, precies. Of dan herhaal je zeg maar de laatste zin wat ik heb gezegd, alsof je aan het luisteren bent. Ja. Ik zie dat al sinds vroeger. Ja. Dat is die kleine. Ja, hè? Hallo, goeiedag. Slecht hoor. Ik hoop dat die niet heeft overgegeven aan zijn zoon. Die krijgt gewoon een tik hoor, als die niet luistert. Die luistert nu ook al niet. Nee, precies. We wachten echt al zo lang tot die komt. Luister. Wat wel grappig is, dat mijn schoonmoeder, die heeft die gewerkt. Dus die ziet hier allemaal collega's. Dan zit hey. Mijn vinger begint ook echt te zweten van dit ding hoor. Kan die niet gewoon af? Ja. Mevrouw. Nou, we zijn net weer thuis van het ziekenhuis. Misschien kijken of ik genoeg ontsluiting had. Want ik zou dus een ballon moeten plaatsen. En dat ballonnetje, dat zorgde zeg maar voor dat... ik heb niet goed opgelet. Nou, in ieder geval, dat was dus
om die wee op te wekken. En dan zou je weer naar huis moeten gaan, wat zou 2-3 dagen kunnen duren. Maar door zo'n ballon krijg je echt zo'n weeënstorm. Dus dat wou ik niet. Ik wou het echt niet. Dus toen zei mijn schoonmoeder, want die heeft natuurlijk in het ziekenhuis gewerkt, die zei van, je moet zeggen dat je heel erg rugpijn hebt. En uiteindelijk had ik genoeg ontsluiting. Ik heb al 3 centimeter ontsluiting zonder weeën, best wel gek. Dus ze zeiden van ja, ze hebben een kaartje gegeven en een nummer. En zeiden ze van ja, morgenochtend gaan we je bellen. Kijken of er plek is en anders overmorgen word je ingeleid. Dus ik ging naar huis. Ze hebben eigenlijk weer gedaan wat ze ook hadden gedaan tijdens het strippen. Dus ik had weer gelijk een beetje buikkramp gekregen. En toen was ik thuis en toen belden ze me net. Ze zeiden, als je ingeleid wil worden, dan kan je nu komen. En ik had al in mijn hoofd van oké, morgen of overmorgen. Dus nu was het wel even schakelen, want vandaag is dan gewoon de dag dat ik mijn zoon ga zien. Oh my god. Ik ben echt heel erg bang. Maar ik kan het, dus ik ga mezelf even de moed inspreken. Het is gewoon heel gek als je zeg maar weet dat je gaat bevallen. Want vaak is het van je vliezen breken, dan bel je je verloskundige. En dan kan je naar het ziekenhuis. Maar als je gewoon weet, ja ik weet niet, omdat ik nu weet dat ik het moet gaan doen, heb ik gewoon stress. Nou, het is tijd om te gaan. Het is mijn outfit om daar naartoe te gaan. Maar ik heb een leuke pyjama die ik daar aan kan doen. Genoeg spullen meegenomen. We moeten gaan, hè? Ik lig aan het infuus. Ze hebben letterlijk 3 keer mijn infuus moeten proberen te prikken. De eerste keer lukte het niet. Kon ze mijn vaat niet vinden. Daarna hebben ze in deze hand geprikt. Toen lukte het niet. En toen hebben ze hier zo in mijn elleboogplooi geprikt. Ja, ik hou echt niet van infuusen. En nu ik zwanger ben, voelt het echt nog heftiger. En ze hebben net mijn vliezen gebroken. Dat deed geen pijn. Maar ze trok echt letterlijk heel mijn baarmoeder naar voren. Dat deed wel echt pijn. Oh, en verpleegster, Rando. Ik kom de baby eruit halen. Plas maar in het potje. Ik lach en ik voel al die water glijden. Al dat water glijden. Ik lig nu in een nat bed met allemaal vruchtwater. Je kan eerst die bloem eruit halen, toch? Oh, als ik lach, komt echt al dat water eruit. Ja, nu wachten op de weeën. Hopelijk gaat het snel gebeuren. Zo, dankjewel, barman. Kijk eens. Hier komt hij te liggen. En dit bakje, jongens. Kijk eens. Ja, en Katine die moet heel lang op deze stoel zitten. Ja, ik ben goed! Kijk eens, daar is hij, de bal. Hallo! Nou, ik Nou, alles is klaar. Vliezen zijn gebroken. Ik moet wel heel de tijd met dit ding lopen. Nu voel ik me echt een patiënt. Oef. Echt smerig, want mijn vlies is gebroken en dat water was helemaal viezig. Wel mooi is dat ik al ongeveer 5 centimeter ontsluiting heb. Dus nog 5 centimeter te gaan. Ja, is het al de helft, hè? Ja, de helft. En qua pijn, ik heb nu nog niet echt weeën, meer menstruatiekrampen. En ik heb net thuis voor het laatst gepoept, omdat het gaat heel lang duren voordat ik weer normaal kan poepen, zonder dat het pijn doet. Dus ik heb er wel van genoten. Nou, ik ga straks even in bad. Wilt u misschien dat bad voor me vullen? En ik heb ook een bal aangevraagd, dus daar kan ik ook op bouncen. En even kijken. Oh, hier staan verschillende houdingen hoe je kan bevallen. Ja, dit ben ik na een nachtje uitgaan. Hé, Marika. Hey, hoe kan het dat ik je niet kan bellen op je normale mobiel? Dit zie ik me echt doen met de female, dat ik zo attached aan hem ben. Maar nu
Nou, ik lig op bed. Ik heb trouwens allemaal dingetjes om mijn buik geplakt. Zodat ze die weeën kunnen bijhouden en de hartslag van de baby. Ik zit nu op 5 centimeter ontsluiting en ja, die krampen beginnen wel heftig te worden. En elke keer als Davinio me laat lachen, komt er één plas vruchtwater uit mijn poentje. Ik heb trouwens Mayams bloem meegenomen. Ik ben nu echt aan het opslurpen voor live gewoon. En ik heb jullie niet gezegd, ik heb niet gelogen, ik heb die roze outfit aan, hè. I told y'all, this is my hospital outfit. Hallo jongens en welkom bij mijn bevallingsvlog. Hier zat Davinio op het bevallingsbed en hij had gewoon heel dat bed overgenomen. Dit was onze kamer, vond ik het Davinio. En ja, Davinio verveelde zich zo erg dat hij bezig was op die bevallingsbal. Het ging ook echt lang door. Niet normaal dit. Ja, hij spoort echt niet. Hier werd ik ingeleid, hier had ik nog energie om mezelf te filmen en gek te doen. En Davinio was nog steeds bezig op die bal. What the hell, okay. Nou, ik zat aan het infuus, ik had ook een beetje weeën en ik had nog even tijd om een striptease te geven. Toen zag ik deze pose in de kamer staan en dit doet me echt denken aan een dag dat ik gewoon veel heb gedronken en thuis op de grond moet barven. En ik zie mezelf ook wel zo bevallen. En ik kreeg nog eventjes een voetmassage van Davinio. Ja, toen was de pret voorbij hoor. Hier moest ik gaan pushen. En Davinio kon het niet aanzien. Dus dit is hoe hij mij supportte. En toen was onze babychair. Nou, voor nu. Hoeveel uur zijn we verder eigenlijk? Hoe laat waren we hier? 3 uur? 2 uur. Het is nu 8 uur. Ja, ik wil echt heel graag zonder medicatie. Of, ja, medicatie is toch pijnstil. Ja, wou ik bevallen, maar het deed zoveel pijn. Ik kon niet eens praten. Dus toen dacht ik gewoon van, spuit me maar gewoon helemaal plat. Dus toch ik heb een rugprik genomen. En ja, nu gaat het wel weer. Ik kon net ook gewoon niet praten. Iedereen irriteerde me. Iedereen heeft hier ook dezelfde Samsung ringtoon. Kapot irritant. Al die actie. Ja. Maar nu gaat het weer goed. En die rugprik voelt wel fijn. Die weeën doen nu een stuk minder pijn. Maar ik voel ze nog wel. Mm-hmm. Wauw. Ja. En mijn moeder is er ook. Hallo. Zit iedereen te bellen? Ja. Kijk, daar gaat ze weer, jongens. Ja, we zitten nog steeds te wachten. De baby is er nog niet. Dat duurt nog wel even. Wat is er? Ja, zo lang, ja. Zo lang. Wat blijft de baby voor nu? Ja, kleine jongen, waar blijf je nou? Kom maar eens uit. Ja. Kijk, jongens. Volgens mij heb ik het jullie al 5 keer laten zien. Maar nu weet ik het. Ik heb gestudeerd. Dit is Vonneke. En dit, de witte lijn, is de hartslag van de baby. Zo kunnen ze die in de gaten houden. Daar is hij dan. Onze jongen. Oh, zo goed gedaan. Zo knap. Zo klein. Hi Iren. Stuur mannetje. Welke oogjes heb je? Oh, zo schattig. Hoor. Oh, hij is echt schattig. Oh, voor. Je kleine neefje. Nou, broodje kaas, jongens. Eerst nog getemperatuurd worden, toch? Voordat ik hem gaat eerst getemperatuurd, toch? Ja, goed. Ja. Erg, hè? Eindelijk naar huis. Ik ben kapot. Lijkt wel het kind van mijn moeder. Kijk hoe mijn moeder erbij doet. Ze zegt, neem jij voor lekker maar, ik neem mijn kind. Het eerste ritje naar huis met je baby. Dat is toch wel echt gek hoor. Ja. Heel gek.
We moeten nu echt opletten. Hij is zo prachtig, jongens. Ik ben echt trots op mijn kleine babytje. Nou jongens, het is een day after. Tante Samani is langsgekomen. Ja, zeker. En de moeder gaat me even helpen met de poenie stomen. Want ik heb echt heel veel last van naweeën. Ik heb trouwens ook hechtingen, hè. Maar die hechtingen waren niet heel heftig. Van 1 op de 4 heb ik nummer 1 van hechtingen. Dat ook maar een heel klein scheurtje. En ja, ik voel me goed. En mijn buik is wel echt wel een stuk platter geworden. Nou jongens, ik heb hier een theetje. Er zit Luangu thee in en Pejeku. Ze zegt dat het heel bitter is en vies. Maar het is goed voor. Ja, goed broer. Om alle. Om mijn binnenste te reinigen, toch? Het is goed om mijn binnenste te reinigen, toch? Ja, het gaat je goed reinigen. Stink man. Ik ga nog even wachten tot iets is afgekoeld hoor. Dan kan ik die 1 keer doordrinken. Ja, en hier zijn de bladeren waar ik straks op ga zitten. En dat ga ik elke ochtend en avond doen. Wow, dit ga ik niet helemaal op kunnen drinken. Ja, je kan het echt. Doe mij ook maar een glas, dan laat ik het zien hoe het moet. Kom dan. Nee, maar er is nog daar op het vuur, toch? Ja. Zet schenken er daar. Ja, kijk die glas van daar. Maar je gaat beter met de nieuwe schoot. Nee, ik ga hem zo staan nu. Die stoomboot? Ja man, ik voel me wel gelijk schoon. Want ik voel me echt vies na die bevalling. Ben je nu goed erin? Zelf, ik heb het nu al warm. Ja, maar dit is de bedoeling. Als de baby stout is, dan heb je hij is niet te klein voor zoveel bezoek. Oh mijn god, ik vraag me af dat hij stout wordt. Ja, sowieso. Maar hij moet sowieso staan. Ik heb nog een vraag. Vraag je dat nou? Kijk, dit keer begin ik onderin, toch? Mm-hmm. De volgende keer begin ik boven. Ga het niet losmaken als ik weg ben, hè? Ga je video call bellen. Als je iets wil weten, mag je me altijd bellen. Als je wil dat ik je weer een keer moet helpen, mag je me ook bellen. Geen probleem. Nou, de tante is er hoor. En ze heeft 2 ballonnetjes meegenomen voor de kleine Navy. Wauw. Nou, de oompies en de tante zijn de gadgets aan het uitproberen. Ik heb het net gedaan. Ja. Ja. Het is kwart voor 6. Ik heb letterlijk 2 uurtjes geslapen of zo. En ik denk dat ik daar maar aan moet gaan wennen. Iedereen slaapt eindelijk. En ja, ik had eerst een luier verschoond. Toen had hij alleen geplast. Toen had ik hem een flesje gegeven. En toen had hij zich helemaal ondergescheten. En toen was hij altijd aan het huilen. Ik dacht van, ik heb je toch eten gegeven. Ik heb je lui verschoond. What's the problem? Wat blijkt dat hij gewoon nog steeds honger had. Net als zijn moeder. Dus toen had ik hem nog een klein beetje gegeven. En nu is hij lekker aan het slapen. Nu heb ik geen slaap meer. Dus ik net op Rio gegeten. En een theetje gemaakt. En om 9 uur staat de kraamzorg weer voor de deur. Ik ben trouwens wel echt blij met mijn kraamzorg. Ik heb echt een lieve vrouw. En ik heb eigenlijk nog helemaal niet verteld hoe de bevalling is gegaan. Dat ga ik doen als ik fully energy ben. Ik denk als ik in de middag klaar ben met mijn kraamzorg, ga ik lekker uitgebreid slapen. En dan mag Davinio even de shift overnemen. Nu als ik wakker word, denk ik ook, ik heb een kind. Gisteren nadat ik terugkwam van de bevalling, toen heb ik ook 2-3 uurtjes geslapen. En toen werd ik wakker en toen dacht ik, nee,
ik heb een kind, ik ga niet slapen. Toen heb ik zo lang naar hem gekeken. En nu ligt hij lekker in de box. Te chillen. Shish maken, verschillen. Nou jongens, het is 9:00 ochtends en de kraamzorg is er. En we gaan Eden voor het eerst in bad doen. En ik heb zo lang gewacht om deze product te gebruiken. Het zijn van BoGlow. En ja, er zitten zoveel dingen in die zeg maar baby's niet mogen. Het is parabenenvrij, sulfate-free, siliconen-free en GMO-free. Dat is goed toch? Heel goed. Ja. En ook de babyolie. Dus ik ben heel benieuwd hoe deze gaan zijn. Iedereen heeft me voor het laatst om 6:30 geterroriseerd. En nu is hij nog steeds lekker aan het slapen. En zijn outfit is zo cute. Oh, sorry. Ik had deze gehad bij de zeeman. Echt zo. Oh, sorry hoor. Oh, wat doet hij? En we zijn nu zijn badje aan het voorbereiden. Oké, jongens. Ik heb het echt proberen uit te stellen. Als je niet over poep en plas verhalen en hechtingen en bloed kan, dan zal ik nu even doorspoelen. Maar luister, de eerste dag dat ik die hechtingen had, ik heb die spraybottle gehaald. Ik dacht, dit gaat mijn life saven. Ik werd wakker, ik ging plassen. Het brandde als de hel. Dus nu, ik plas standaard onder de douche en dat vind ik toch het minste pijn doen. Maar poepen, ja, dan moet je druk zetten. En dat heb ik echt proberen uit te stellen tot nu. Ik moet echt schijten. Maar ik durf gewoon niet. Ik durf gewoon niet te poepen. Dus ik ga me mentaal even voorbereiden. En als het gelukt is, dan... ik ga me even mentaal voorbereiden. En als het gelukt is, laat ik jullie weten. Nee, dit kan ik echt niet filmen. Nee. Oké, ik leef nog. Ik heb het rustig uit laten glijden. Soms vind ik het echt erg dat ik gewoon geen schaamte heb. Maar oké, ik leef toch. Nou, zoals jullie hadden gezien, had Samani en de moeder bladeren voor me gebracht. Zodat ik daarop kon zitten. Ik ben nu even een nieuwe pannetje aan het maken, want ik wist niet dat je die bladeren opnieuw kon gebruiken. Ik had die gewoon weggegooid. Goedemorgen jongens. Nou, Davinio kwam naar boven en hij zegt er zijn heel veel cadeautjes voor je binnengekomen. Dus ik ben benieuwd wat allemaal binnen is gekomen. Iedereen ligt lekker te slapen en heeft voor het eerst zijn speentje in. Speentjes van Difrax en ze hadden ook gelijk een handig speenkoordje opgestuurd. Hij tuft het elke keer uit. Hij doet echt super goed. Ik ben echt trots op mijn kleine boy. Nou, ik heb deze ballonnen gekregen van Fleur. Fleur, dankjewel voor deze leuke ballonnen. En deze had ik trouwens van Angelique gekregen. Echt schattig. Ik dacht volgens mij dat we een meisje kregen. Een super lief kaartje en een ballon van Madina. Gefeliciteerd met de geboorte van jullie zoontje. Ik ben super blij voor jullie. Jullie gaan het geweldig doen. Als je ooit de oppas nodig hebt, bel me. Nou, Madina, sorry, maar ik ga je nooit laten oppassen. Maar dankjewel, lieve schat. Hey jongens, het is alweer 2 dagen verder voor de laatste keer dat ik heb gefilmd. Omdat ik... Het was gewoon echt super druk. Iedereen is langsgekomen van de familie. Ik moest ook even herstellen en het gaat nu echt super goed. En ik wou ook eventjes gewoon met de familie en met Eden even gewoon chillen. Oh, hij is wakker. Hi poepie. Hi. Hi my caramella chocolate baby. Ik heb net, ja, let niet op de troep, want het is echt een troep. Ik heb net de baby Brezza ingesteld en ik ben helemaal in love met dit apparaat. Davinio was dus, had hem dus na de gender review party had hij hem helemaal in elkaar gezet. Helemaal enthousiast, maar had hem verkeerd erin geklikt. Maar ik dacht dus, omdat hij verkeerd had geklikt, kon ik dit dingetje niet vinden. Maar die zat dus al in het apparaat. Dus ik had een nieuw besteld voor 25 euro. Dus ik heb net eventjes alles uit elkaar gehaald. Zat dat ding er dus gewoon in.
En we hebben dus nu gewoon water gekookt en in dat flesje gedaan. En als die huilt, dan duurt het nog eventjes een paar minuten voordat dat flesje klaar is natuurlijk. En ja, dit is geen promo. Beter dat ze hem gaan betalen, maar oké. Okay. Maar binnen één knop is je flesje gewoon klaar en warm. Je kan temperatuur instellen, hoeveel milliliter. En het is echt, ja, een van de beste uitvindingen ever. Dus ik wacht nu totdat mijn schatje, mijn scheetie, klaar is en wakker. En dan ga ik lekker een flesje geven. En ik werd dus vandaag wakker en mijn borsten zijn gewoon 2 cups gegroeid. En het zit helemaal vast en vol met melk. Ik ging douchen en ik zie opeens allemaal melk eruit spuiten. Heel gek, maar ik voel me een koe. Oh. Ja, ik heb vandaag trouwens ook niet geslapen. Ik heb echt een gebroken nacht gehad. Maar voor mijn baby wakker worden vind ik toch wel minder erg dan ja, random zomaar op de dag wakker worden en niet kunnen slapen. Mijn moeder komt straks eventjes eten brengen. Omdat ik heb gewoon echt geen energie om te koken. Dus ik ben blij dat ze dat even wou doen. En vanaf deze week ga ik ook beginnen met prep meals. Gewoon zodat ik dat koken gewoon even van me af kan schuiven. Dus dat. Nou, ik ga even... Oh, there's the milk monster. Ik ga hem even pakken. En een flesje geven. Kijk hoe klein. Ah. Hey, Iden. Ah. Hey. Hey, knapperd. Ben je weer wakker? Ja. Kijk nou jongens, hoe schattig, hoe klein. Kleine baby, kleine billen, kleine voetjes, kleine handjes. Oh my god. Nou, ik ga een flesje maken, zie je later. Ik miste hem zo erg, hij was te lang aan het slapen, dus ik heb hem wakker gemaakt. Ik ga een flesje drinken. Ieder flesje drinken. Hey! Goedemorgen jongens. De dag dat ik het best heb geslapen, zie ik het meest verrot uit. Maar oké. Okay. Vandaag heeft Ieder lekker 4 uurtjes doorgeslapen. Van ongeveer 2 uur tot 7 uur. Of nee, 3 uur tot 7 uur. Dus ik heb wel lekker geslapen vandaag. En ja, ik had dus ook eigenlijk een traject lopen bij de Poppoli GGZ. Omdat ja, er zijn waarschijnlijk heel veel mensen die nu mijn vlogs kijken die het niet weten. Maar ik heb... 2019 op 2020 in december een psychose gehad. En je bent natuurlijk na je zwangerschap heel erg vatbaar voor psychose of depressie. Dus ik was daar heel erg bang voor. Maar ik zeg je eerlijk, ik voel me gewoon echt goed. Ik ben zo gelukkig. Ik ben echt blij dat hij is geboren. En... het enige wat ik heb gemerkt was een beetje druk, omdat er te veel mensen zijn langsgekomen. Maar vanaf vandaag hebben we besloten dat we even geen bezoek meer nemen tot volgende week. En ja, ik denk dat het verdere traject ook helemaal niet nodig is. Maar dat is wel iets waar ik echt heel erg bang voor was. Maar ik snap wel dat als je bijvoorbeeld borstvoeding geeft, dan is het nog intenser en nog meer energie wat je moet geven. Dus... ik denk ook, dat is trouwens ook de reden dat ik, want het is heel vaak gevraagd hoor. Eerst dacht ik echt van ja, het is echt none of your business. Of ik nou borstvoeding geef, flesvoeding. Maar ik ben wel een influencer die letterlijk alles deelt. Dus ik kan er ook gewoon normaal antwoord op geven. Maar dat is eigenlijk de voornamelijkste reden dat ik geen borstvoeding geef.
Omdat ik dus en die psychose heb gehad. En alleen ik kan dat voeden. Maar dat doe ik nu ook. Maar het is toch wel meer energie. En het laatste wat ik wil is weer terugvallen in de psychose. Vooral nadat je een kind hebt gebaard natuurlijk. Dus ik heb wel melkproductie. Dat heb ik gisteren gemerkt. Ik ben letterlijk 2 cupmaat omhoog gegaan, jongens. Zoals jullie weten heb ik een borstverkleining gedaan. Ik ben bijna op mijn oude formaat, denk ik. Nou, in ieder geval, dit was de allereerste vlog. Heel veel mensen hebben me ook gevraagd of ik in deze vlog mijn bevallingsverhaal wil delen. Hoe ik het heb ervaren en zo. Maar dat was me allemaal eventjes toch nog iets te veel. Dus of volgende week komt er een nieuwe vlog. Of volgende week komt ons bevallingsverhaal. En dan zal ik het samen met Davinia vertellen. Maar ik vond het heel erg leuk om dit met jullie te delen. Sowieso de gehele zwangerschap. Jullie zijn zo trokken geweest. Veel tips gekregen. Veel handige tips. En de moedermafia heeft me ook echt veel onzin bullshit verteld. Maar dat hoort er natuurlijk ook allemaal bij. En ik hoop dat jullie dit natuurlijk een leuke video vonden. Vergeet natuurlijk niet te abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik jullie volgende week vrijdag gewoon weer. Dan ben ik gewoon hier. En dan zie ik jullie later weer. Oh ja, voordat ik weer ga, nog 1 laatste ding. Ik heb dus heel veel vragen gehad. Van mensen die Surinaam zijn, maar ook niet Surinaam. Zou je dus die pangies en dit doek kunnen halen. En de bladeren. De bita-thee. Ik heb dit dus gekregen van vriendin Samani. Maar omdat er dus zoveel vraag naar is. En ik eigenlijk niemand ken die dit verkoopt. Gaat zij volgende week naar Suriname. Gaat ze alles inkopen. En dan gaat ze pakketten verkopen. Dus je kan en of de bladeren halen. En dit doek. En de pangies. Dus ik laat jullie sowieso weten. En ze gaat volgende week naar Suriname. En dan blijft ze daar volgens mij 3, 4 weken. Of 2, 3. Ik weet niet precies. Maar daarna zal de verkoop gelijk van start gaan. En zodra het online staat, zal ik het ook al in de vlog vermelden. En of Snapchat. Dus volg je me alleen op YouTube. Zorg er ook voor dat je me volgt op Snapchat. En ik ben trouwens ook een procesvideo aan het maken per dag. Of per week. Dus de updates hou ik sowieso bij met mijn buik. Dus dan kunnen jullie later ook het resultaat zien. Oké, nu ga ik er echt vandoor.